het zijn een paar hoofddingetjes. Het is voor mij de techniek, werken met de oude techniek, met het schip. Er zit een enorme historie achter het schip. Dat is enorm mooi als je dat in stand kan houden. Een stoomsleepboot leeft. Op het moment dat je warm gaat en je gaat stoom maken, dan begint alles warm te worden en te leven en te doen. En dat maakt het heel erg leuk, maar ook het contact met de mensen. De mensen die de techniek laten zien, maar ook de andere vrijwilligers waar je mee het samen doet. Het is geen hobby die je alleen doet, je doet het echt met een groep. En dat maakt het erg leuk, moet ik zeggen. Wij zijn vandaag hier in Rotterdam-Leuhaven voor het Maritiem Museum. En wij gaan rondvaarten verzorgen, twee stuks, voor bezoekers. Tijdens de rondvaart zullen we waarschijnlijk de Waalhaven eventjes aandoen. We zullen richting de onderzeebootloods gaan en dan langzaam weer terugvaren. Verveelt dat rondje ooit? Voor mij niet. Nee, ik vind elk rondje, elk stukje wat we gaan doen, vind ik gewoon leuk. Je bent bezig met de boot, de techniek en je probeert de mensen een beetje wat uit te leggen wat altijd leuk is. Meestal voor een vaart slapen wij aan boord. Dus we hebben een aantal uur nodig om de ketel en de machine klaar te maken voor om te gaan varen. Dus dat wil zeggen, we hebben gemiddeld 3 dagen van tevoren zijn we al bezig met het schip. We hebben ongeveer 6000 liter water, koud water in de ketel zitten, wat langzaam opgewarmd moet worden. En daar zijn we dus ongeveer 3 dagen mee bezig. De volharding 1 kan niet varen zonder de inzet van vrijwilligers. Naast Sven zet ook Ron zich belangeloos in voor het historische schip. Het is toch nog een stukje uit mijn normale beroepsmatige leven. En de techniek die daarbij hoort, vooral die oude techniek die dan allemaal hier van toepassing is. En hoe slim dat de mensen in 1928, want uit die tijd dateert de machine, allemaal al konden om die machine toch zo lang en betrouwbaar aan de praat te houden. Een kort praatje over de geschiedenis van de boot en wat we doen. Dus als je dat leuk vindt, dan doe ik dat. Als je dan lekker van het weer hebt genieten, dan loop ik gewoon lekker door. Waarom bent u nu hier? Ik ben uitgenodigd door Wiebe dus. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik vind het altijd wel bijzonder, maar ik heb er me niet in verdiept. Maar ik vind het altijd prachtig om langs de havens te gaan en de schepen dan te bezichtigen en dan ook nadenken van hoe hebben ze geleefd op die schepen. Nou, mijn vader is binnenschipper geweest, dus ik heb nogal wat met de binnenvaart. Ik heb zelf bij de marine gezeten, dus alles wat met varen te maken heeft, dat vind ik leuk. Het schip vaart alleen van half juli tot begin september. En dus moet je voor een plekje snel zijn. Tot nu toe zitten we altijd vol. Ja. En maar ook zelfs als we de 40 mensen doen, als ik even terug ga voor de corona, dan zaten we zeker de middagvaart er toch altijd gewoon met 40 mensen aan boord. Ja. Dus het is leuk, er genoeg animo over. Ja.